Vrienden, hebben jullie ook gekeken naar Kamp van Koningsbrugge? Ja, daar viel ik per ongeluk. Vorige week al viel ik daarin. En ja, toen zag ik eigenlijk al het fragment, het tv-fragment van 2022. En het gaat over dat hele kleine mannetje. Hij heeft zo'n grote neus, zulke grote oren. En hij heeft een kopie om op te vreten. Ja, een zwak had ik gelijk voor Mohammed, bijgenaamd Mo. Wat een mannetje. Hij is echt zo'n straatschoffie, weet je wel. Maar met een gouden hartje. En hij vertedert gewoon in alle opzichten. Want vorige week, kan je het herinneren nog, die Mo, die moest met zijn geweer en alles stoer in zijn pak, moest hij door een hele koude rivier lopen. 7 uur lang, geloof ik. En die Mo, die hield het gewoon niet meer. Dus die begon, het kleine mannetje, begon te bibberen en te doen. En die had het niet meer. En dan moesten ze allemaal cellofaan, halverwege helemaal in cellofaan gepakt, om hem weer een beetje op temperatuur te krijgen. En Mo, die had voor zichzelf bedacht, ik ga door, ik ga door. En toen moedigde ik hem eigenlijk al aan. En toen dacht hij, ja, kom op, Mo. Kom op, ga door. En hij ging ook door en hij ging door. En hij kwam aan het eind. En toen was hij helemaal onderkoeld. En Mo was nergens meer. En zijn ogen vielen dicht. En hij kon bijna niet meer blijven staan. En hij viel bijna om. En toen leefde ik al zo verschrikkelijk mee met Mo. Maar hij bleef overeind staan. En ook later kreeg hij het weer moeilijk. En toen viel hij ook bijna om. Want het was en te weinig slaap en onderkoeling. Maar Mo zei, ik geef niet op. Dat zei hij. En toen dacht ik, kijk vrienden, die Mo is gewoon een enorm voorbeeld. Ja, voor jou en voor mij. Mo is een strijder. Mo is een man die gewoon altijd door zal gaan. Nooit zal opgeven. Ieder ander had daar gezegd op dat moment, onderkoeld en bijna geen slaap. Hey jongens, de hartelijke groeten. Ik ga naar huis. Niet Mo. Mo ging door. Met zijn grote oortjes en zijn grote neus. Dat lieve koppie. Maar hij is bikkel en bikkelhard. En daarom vrienden, wij allemaal, wij moeten een voorbeeld nemen aan onze Mo.